Oké, en bij mij zit Freya van den Bossen van de SPA. Welkom. U zei in de commissie, ik ben niet helemaal gerustgesteld wat betreft die jeugdhulpvoorziening. Wat bedoelde u dan precies? Ja, wat ik bedoel is dat als jongeren die in de klauwen van zo'n tienerpooier zijn terechtgeraakt, wanneer die in een gewone voorziening terechtkomen, waar geen gespecialiseerde hulp kan worden geboden, dat we vaak zien dat ze terug ook in die klauwen van de tienerpooier geraken. Dat het voor hen heel moeilijk is om daarvan los te komen. Dat die pooiers ook alles aan doen om hen bij zich te houden. Vaak meisjes zonder context of thuissituatie waar ze kunnen op terugvallen. Die ja, voor het eerst aandacht krijgen van iemand die daar natuurlijk op een heel foute manier mee omgaat, die pooier. En wij vinden dus dat zij niet in zo'n jeugdinstelling moeten verblijven waar ze een al te gemakkelijke prooi soms vormen voor die pooier, maar ergens ver weg vandaan van de invloedssfeer van die pooier moeten terugproberen op hun eigen poten te komen. En waar die pooier vaak bij wijze van spreken op de stoep op hen staat te wachten. En ook, soms gebeurt het ook nog, dat pooiers en tienerslachtoffers in dezelfde instelling worden opgevangen. Ja, het is zo dat redelijk wat van die meisjes die slachtoffer zijn nu in een gemeenschapsinstelling worden opgevangen. Daar zien we twee problemen. Enerzijds zijn er andere meisjes met andere problemen. En gaat het ene meisje, soms het andere meisje, ronselen voor die pooier. En die pooier die vat post voor de deur. Hij ziet ze maar buiten komen en moet ze maar binnenhalen. Dus dat is al een eerste reden waarom dat geen goede plek is. Twee, is het zo dat de begeleiding van die meisjes natuurlijk heel specifiek moet zijn. Dat is een heel aparte problematiek. En eigenlijk zijn die gemeenschapsinstellingen niet de meest ideale plek daarvoor. Kleinschalige opvang, ver weg van de invloedssfeer van die pooier, waar veiligheid en geborgenheid geboden worden, waar ze hun trauma's kunnen verwerken, is volgens ons de best mogelijke manier. Ja. Nu, in 2016 al, is er een plan ontrold voor die tienerslachtoffers. Maar Pajoke heeft al aan de alarmbel getrokken, 21 jaar geleden. Is dan de tijd blijven stilstaan of is er te weinig gebeurd op dat vlak? Het is zeker veel te traag gegaan. Ik heb de afgelopen 4 jaar heb ik 8 keer zelf in plenaire dezelfde vraag gesteld. Alsjeblieft, zorg ervoor dat we eindelijk zicht krijgen op het aantal slachtoffers. Zorg voor een meldpunt en zorg dan ook voor aangepaste opvang. Het meldpunt is er nu. We zien 3 nieuwe aanmeldingen per week van slachtoffers van tienerpooiers. Dat is een enorm groot aantal meisjes van wie het nog niet weten, maar waar we eindelijk nu zicht op beginnen krijgen. Een tweede minister heeft nu ook wel eindelijk wat geld vrijgemaakt voor die kleinschalige opvanginitiatieven. Heeft eerder wat plaatsen extra vrijgemaakt in instellingen. Niet onze favoriete piste, maar goed, het is wel een vorm van hulpverlening. Dus er komt nu eindelijk schot in de zaak, maar het is heel lang trekken en duwen geweest om het in gang te krijgen, merk ik wel. Er komt schot in de zaak, daar kunnen we zeker van zijn, want de subsidiëring is er, maar het is pas voor het najaar, begrijp ik. Ja, er is wat geld vastgelegd. 1 shelter, zo noemen we zo'n kleinschalige opvangplek voor die slachtoffers, wordt nu al gefinancierd. Er komen ook andere alternatieve vormen van hulpverlening en wonen aan. Daar is budget voor voorzien. En in principe, in het najaar komen die er ook. Ik zal er natuurlijk op blijven toezien dat het om voldoende plaatsen gaat, want het aantal slachtoffers groeit elke week. In die ene plek waar ze nu 6 meisjes onderdak bieden, staan er al 28 te wachten op hulp. Dat zijn 28 meisjes waarvan je weet dat ze nu nog steeds in die gedwongen prostitutie verblijven bij gebrek aan alternatieven. En dat zou toch niet mogen. Ja, het aantal slachtoffers, tienerslachtoffers, groeit, zegt u. En dan voornamelijk in Antwerpen. Antwerpen blijkt een draaischijf te zijn. Hoe komt dat? Ja, het aantal slachtoffers groeit. Misschien moeten we eerder zeggen dat we voor het eerst wat meer zicht beginnen krijgen op de grootte van het probleem. We lopen daar wat achter op Nederland, waar ze sneller initiatieven hebben genomen om het aantal te kennen. Maar het is heel opvallend bij ons dat de meisjes van overal in Vlaanderen worden gerecruiteerd. De meest kwetsbare meisjes eerst vaak. En dat ze dan naar Antwerpen worden overgebracht om daar precies uitgebuit te worden door die tienerpooier. En waarom precies in Antwerpen? Is dan Antwerpen wordt daar Is daar de beveiliging of wordt daar te veel een oogje toegeknepen? Of wij merken kan men die niet detecteren? Wij merken dat veel van die tienerpooiers in Antwerpen en kort over de Nederlandse grens opereren. Dat is echt het gebied waar zij aan het werk gaan. En zij lokken alle slachtoffers daar naartoe en hebben daar een zeker, zou ik moeten zeggen, netwerk van klanten uitgebouwd. Waar zij die meisjes gedwongen seks mee laten doen. Tienderpooiers worden te snel vrijgelaten, zegt ook uw voorzitter, John Crombé.
Ja, moeten de straffen dan verzwaard worden? Ja, er zijn voor een verzwaring van de straffen, maar ook voor een uniform bestraffend beleid. Er zijn er die gewoon meteen weer op vrije voeten komen, die nauwelijks worden vervolgd of die heel snel weer op straat staan. Het spijt ons. Jonge kinderen verkopen aan volwassenen die er dan gedwongen seks mee hebben, dat is een ernstig misdrijf voor ons. En wij vinden dat dat uniformen ook ernstiger bestraft moet worden dan vandaag. Ja, dat is dan een onrechtstreekse oproep of een rechtstreekse oproep aan minister Geens. Heeft u hem al aangesproken hierover? Ander niveau, maar... Ja, minister Geens zit natuurlijk federaal in het parlement, maar mijn partij heeft daar ook al herhaaldelijk tussen gekomen over deze problematiek. Het is zo dat tienerpooiers nu bijna lachen met justitie en politie. Ze hebben het idee, niemand kan ons iets maken. En het is aan ons, het is aan justitie, politie, maar ook aan politiek om duidelijk te maken dat wij het niet pikken, dat we hard optreden, dat vele grenzen voorbij het fatsoen is wat zij doen. En de technieken worden misschien ook alsmaar makkelijker. Men gaat ook recruteren via sociale media. Absoluut. Dus men staat aan de poort van instellingen waar kwetsbare meisjes verblijven. En een ander kanaal is natuurlijk sociale media. Men probeert eerst die kwetsbare meisjes te charmeren, voor zich te winnen, afhankelijk te maken van hen. En dan later dwingt men hen zachtjes de richting van die gedwongen prostitutie in, tot ze helemaal van die pooier afhankelijk zijn geworden. En dan treden ze bijzonder brutaal op. Ja. U bent al langer bezig met deze thematiek. Zou u de volgende nieuwe minister van Welzijn willen worden? Minstens wil ik graag de luis in de pels zijn van de volgende minister. Er zijn zo'n paar thema's. Dit is er eentje. Een heel menswaardige opvang voor kinderen met geestelijke problemen is een andere ervan. Het zit allemaal zo wat in geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg. Dat zijn de nagels waar ik op wil blijven kloppen. Er is heel veel nood aan goede zorg daar. Er is weinig budget voor en weinig politiek debat soms over. Ik ben heel blij dat er nu meer aandacht voor is. En daar wil ik gewoon iets aan doen, een verschil maken. Op het terrein, in een parlement, in een regering, maakt niet uit, maar ik wil wel een verschil maken daar. Oké, dankjewel, Freya van den Bossen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.